Hoi, hele goede middag en welkom bij een nieuwe vlog voor magische geurtjes. Zoals jullie wel weten te vinden, natuurlijk de webshop http://magischegeurtjes.sensie.nl. Ik heb net een unboxing gedaan van mijn 1 juli bestelling. Die was, nou ja, goed, reet te laat, geen geduld. Hij is te eindelijk, dus ik heb net de vlog gemaakt van de unboxing daarvan. Maar er zat dus ook de Wiftbox in. En de andere die staat nog op de bank in de box. De Wiftbox. Ann, wat is de Wiftbox? De Wiftbox is de verrassingsdoos Loot Crate van Sensie. Elke maand brengen ze een nieuwe box uit. Elke maand dus een heel ander thema. En dit keer zal het waarschijnlijk het thema zijn dat er iemand jarig is. En wie is er dan jarig? Sensie bestaat namelijk 20 jaar. In Nederland, ik ga binnenkort dan mijn 4e consulentenjaar in. Althans ergens volgende maand zal dat dan zijn. En dan bestaat Sensie denk ik ook 4 jaar of 5 jaar. Ik moet even checken. Volgens mij bestaan wij dan dit jaar, gaan we het 5e jaar in. Dus Sensie is dan 5 jaar in Nederland. Maar wereldwijd bestaan ze dus al 20 jaar. Dus waarschijnlijk, ik vermoed, dat dat het thema van deze maand zal zijn. De box is, kost €51, exclusief verzendkosten. Als je dat gewoon via de website doet, heb je een Sensie Club abonnement, zoals sommigen ook hebben. Dan, als je een beetje slim bent en je hebt voor €44 aan producten, dan krijg je al €5,10 korting op je box. Dus dan heb je hem al bijna met verzendkosten als je hem via je Sensie Club abonnement doet. Heb je €88 aan producten in je Sensie Club abonnement zitten, dan kan je hem al gewoon voor je helft van de prijs zelfs krijgen. En dan kost hij €25,50. Dus hoe leuk is het dan als je hem op die manier kan bemachtigen? Maar ik bestel elke maand gewoon voor de volle prijs, omdat ik hem heel snel graag in huis wil hebben. En normaal heb ik het sneller in huis, maar dit keer dus hebben ze er echt 10 werkdagen nodig gehad om het te versturen. Dus dat klinkt van, ik heb gewoon pech. Waar het aan gelegen heb, ik heb geen idee. Als je denkt, wat hoor ik, dan is dat Arja. Arja die heeft een lege sensiedoos hier liggen, waar mijn SFR-kit in heeft gezeten. En die gebruik ze als krabdoos. En als je denkt, van, hoe gaat het nu met Arja? Ik heb het in de vorige vlog ook al uitgelegd. Maar Arja is eindelijk is een beetje aan de betere hand. En dat werd ook wel eens tijd. Want we hebben bijna 2 maanden lopen tobben. Dus, nou ja, goed. Ze heeft de antibiotica-kuur op. Ze heeft nog een week ontstekingsremmers daarna gehad. Dus volgens mij is ze nu eindelijk aan de betere hand. Dus mocht ze besluiten van, maar ik wil ook even mijn neus aan jullie laten zien. Niet schrikken dat er dan ineens een zwarte kat op beeld schiet. De Wiftbox. We gaan hem maar eens even uitpakken. Het leuke is dat je op een laagdrempelige manier kennis maakt met Sensie producten. Dat kan zijn geurwax, wat natuurlijk hun core business is. Maar Sensie is veel meer dan alleen geurwax. Ze hebben geurbloemen, geursikkels, geurzakjes. Producten voor de bodylijn, producten voor de waslijn, schoonmaakproducten, soms voor de dierenlijn. Want we hebben natuurlijk ook al een keertje een hoefbox gehad, maar goed, ik heb geen hond. Dus ja, goed, dan kan ik voor Arja dan die producten niet inzetten. Ja, ik ga hem openmaken. En normaal zie ik de spoilers. En dit keer dan mijn Wiftbox dus niet. Wel, dan doen we van regio 1 en regio 3. Maar die inhoud is ook echt daadwerkelijk anders als die voor regio 2 waar wij in bevinden. Er zit een kaartje bij. Op de voorkant staat proost op 20 jaar. Sensie is dus 20 jaar oud inmiddels geworden. En ruik jij de verjaardagstijd al? Je Wiftbox van jullie is een feestje in Sensie stijl.
met tijdloze geuren en een exclusieve geurbloem. Terwijl je ons 20-jarig jubileum met ons viert, zie je de bloem veranderen in een schitterende kleur paars. Zonder jou waren we nooit zo ver gekomen. En paars is de huiskleur van Scentsy. Dus dat is ook wel heel, heel, heel leuk. Ik ga hem open doen. De sneak peek. Wat ligt er bovenop? Een geurcirkel in coconut lemongrass. Volgens mij heb ik die als geurcirkel nooit gebruikt. De geurwax is echt rete super. Zeker nu we ook in warme seizoen zitten. Rete super, want hoewel barbecue hartstikke lekker is, wil je die geur niet binnen hebben. Blokje coconut lemongrass en het is echt een super geurneutralisator. Binnen 5 minuten is die geur weg. Black raspberry vanilla. Volgens mij heb ik ook nog nooit in geurwax, althans wel in geurwax, maar niet als geurcirkel. Dus ik vind het al rete leuk, die box. Ja, weet je, de wax heb je een we gaan dadelijk het najaar in, heb je hier de wax van. Echt super om bepaalde waxaanslag uit je schaaltje mee weg te krijgen. Echt super. Dan zitten er 4 geurwaxenbarren in, dus ik haal ze er even uit. Dat scheelt in ieder geval dat ik niet al die tijd met een doos voor mijn neus zit. En de geurbloem waar we het over hadden. En dan is die leeg. Nou, een geurcirkel is al €4,25 als ik het goed heb. Dus daar heb je er al 2 van. Een waxbar is €8,75 mits het de geur van de maand is. Maar vaak is die pas een maand later verkrijgbaar. Dus dan is die gewoon €8,75. Dus dan is het 17,50 keer 2 is €35. Plus €8. Dus dan hebben we €35. €43,50 zit je dan al op. En daarnaast heb je dan nog een geurbloem. Geurbloem kost gemiddeld €26. Dus reken dan maar even snel uit. Dus wat zei ik? €43,50. €26. Dus is €63. Nou ja, zeg bijna €70 aan waarde in deze box, terwijl je er €51 voor betaalt. En weet je, geurcirkels, ik hang ze op mijn wc. Je kan ze in je auto hangen, je kan ze in je meterkast hangen, zoals mijn tante trouw altijd doet. Want dat vindt zij weer heel erg fijn, ook omdat ze in haar meterkast haar de jassen ophangt. Maar dat doet mijn tante. Ik dus op de zee, maar je kan ze overal ophangen waar je maar wil. In je caravan, als je een kluisje, vast kluisje hebt, in je kluisje. Je kan er één gooien in je sporttas. Noem maar op. Ideaal. Moeten ongeveer 30 dagen meegaan. Maar mijn ervaring is meestal langer, als ik het goed zeg. Nou ja, en de geurbloem. Hoe leuk is dat ook geheel in het thema? Want deze geur is wel ooit in geurwax uitgebracht. Maar niet voor zover ik kan herinneren in Europa. Dus het is echt super, super, super exclusief. En in de geurbloem zinningen zijn. En ook dat vind ik wel heel erg leuk. Omdat met de Moederdagcollectie hadden we bij Be Kind. En daar brachten ze de zinningen zen in uit. Dus ook de bloem is vrij exclusief. Dus niet alleen de geurolie, maar ook de bloem. Heb je de bloem, heb je er geen. Er zit een papiertje aan het einde van het lont. Dat je het papiertje er wel even afhaalt. En dan moet ik heel even kijken, hoe kan ik mijn doosje openen. Zo. En ik laat hem wel in het doosje, want de blaadjes zijn zo fijn en zo teer. De zinnia zen. Hoe gaaf is die bloem alleen al. Echt super gaaf. Ik stop hem weer heel voorzichtig dicht. En weer terug in het doosje. Dus dit is echt zo'n super gave geurbloem. En
olie, laat ik ook even aan jullie zien, heeft dus een paarse kleur. Dus als je die erin stopt, dus ik heb wel eens op mijn Instagram en Facebook laten zien bij Stitch, dan wordt je bloem verloopt dan heel langzaam, maar gemiddeld wel binnen de 24 uur wordt die de kleur. Zo, nou die zat goed vast in het, geplakt aan de doos. En ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar de olie is dus donkerpaars van kleur. Dus het is echt wel een heel exclusief product. De zwarte dop er vanaf, het beschermdopje eruit. Je draait de zilveren dop er terug op. Nou ja, het lontje, het papiertje van je onderste lontje eraf halen. En je doet je geurbloem erin en klaar ben je. En de gemiddelde duur van een geurbloem zou gemiddeld 2 maanden moeten zijn. Gemiddeld. Mijn ervaring daarentegen is dat je er zo reet lang mee doet. Ik bedoel, ik heb een nieuwe geurbloem neergezet van Stitch. Nog steeds niet leeg. De vorige trouwens heeft er een jaar bij mij in de badkamer gestaan. Dat is niet normaal. Op mijn werk had ik er één neergezet. En die heeft een half jaar op de wc gestaan. Toen was ik het zat. Toen dacht ik van nou, ik zet daar de Starburst Sky neer. En vervolgens is die oude geurbloem, er zat nog een beetje olie in, naar een badkamer van een bewoner gegaan. En volgens mij is die nog steeds niet leeg. De Starburst Sky daarentegen, dat gaat wel wat sneller. Maar volgens mij zitten we daar ook al aan de 4 maanden nu ruim vast dat die er staat. Dus kan je nagaan. De een gaat wat sneller, de ander wat langzamer. Ik weet niet waar dat aan ligt. En bij mij doet Stitch er ook alweer echt, geloof ik dat hij nu ook alweer een half jaar staat. Niet normaal. Niet normaal gewoon. Maar goed, zo lang doe je dus met een geurbloem. Ideaal. Dan gaan we nog even over de wax hebben die in de box zit. De wax. Honeycrisp Harvest wordt de geur van de maand augustus. En zou naar appeltjes moeten ruiken. Ah, kijk. Kom je mee snuffelen? Kom even mee helpen. Ja? Mensen? Ah ja. Oh, de verschrikkelijke. Komt even mee helpen snuffelen. Hè? Of denk je, ik wil gewoon gekroeld worden. Dat kan denk ik eerder. Ja. Heb je iedereen gedacht gezegd? Dat was het. En ze gaat er weer van door. Ze denkt, het is goed. Maar goed, volgens mij is het ook alweer bijna tijd voor haar tweede maaltijd zakje, blikje. Dus als ik klaar ben met vloggen, gaan we dat eens even doen. Als je liefhebber bent van appelgeuren, dan ga je denk ik Honeycrisp Harvest super lekker vinden. Want dit is echt een hele mooie appelgeur. Geen kaneel in. Dus hou je van Johnny Appleseed die we ooit gehad hebben. Of Apple. Volgens mij was dat Appleberry. Want dat is ook een appeltjesgeur zonder kruiden. Zonder kaneel. Dus Jack's Obsession. Daar zit licht kaneel in. De Apple Cinnamon Sticks. Dat is echt appelkaneel. Dit is alleen appel. Maar heel mooi. Ik krijg echt bijna de herfst vibes. Maar dat heb ik gelukkig nog niet. Maar dit is echt een mooie appelgeur. Wordt dus geur van de maand. Voor nu, want hij is nog steeds niet verkrijgbaar, ook een exclusief product in de box. Dus hoe leuk is dat? En niet een tester die we voorheen hadden. En gewoon een complete waxpak. Dan zit hij bij de geur Clean Breeze. En Clean Breeze is schoon wasgoed, mensen. Krachtpatser. Als je van krachtpatsers houdt. Een rete sterke geur. En echt schoon wasgoed. Heerlijk. Een van de geuren
die dus al 20 jaar echt een krachtpatser is. Al 20 jaar dat Sensi hem heeft. Dus ik vind dat wel heel erg leuk. Want in het begin, toen ik dus natuurlijk begon met Sensi, ja, wist ik dat niet. Maar ik weet niet beter als dat Clean Breeze er altijd al is. En als je van schoon wasgoed houdt, doet zijn naam ook echt eer aan. Baked Apple Pie is een leuke mens. Want die hebben we wel ooit gehad. Volgens mij bij de herfstcollectie. Of was een Bring Back My Bar. Volgens mij was het een Bring Back My Bar. En als je van Dudok appeltaart houdt. Dudok appeltaart. Of een andere appeltaart die erop lijkt. Hij doet zijn naam ook echt eer aan. Baked Apple Pie. Echt appeltaart. Vers uit de oven. Super lekker. Het water loopt nog net niet uit je mond als je nog niet gegeten hebt. Heb ik gelukkig nu net wel. Dus. En Welcome Home. En volgens mij hebben we Welcome Home volgens mij niet eerder gehad. En degene die ik altijd volg op YouTube over Sensi. Er doet er eentje stampertje na in de keuken. Maar die heeft denk ik kriebels aan de oren. Die heeft er altijd over. Oh, dit is een hele mooie geur. Ideaal voor de koude, natte zomerdagen die we gehad hebben. Dat je denkt van, nou, ik ben er nou wel heel erg klaar mee. En dit is wel een hele mooie geur. Alsof er inderdaad een vleugje kaneel in zit. En toch ook niet. En er zit wat, volgens mij wat van sandelhout of amber in. En hij is gewoon echt dat ik denk van, het is echt dat ik denk van, het zijn drie hele mooie herfstgeuren. Maar het leuke vind ik wel, volgens mij hebben wij nog niet eerder Welcome Home gehad. Dus ook voor de Nederlandse Sensi-markt ook wel. Super leuk. En een beetje exclusief. Want hij is gewoon niet te verkrijgen. Hij is ook niet in je Sensi Club abonnement toe te voegen. Dus hou je hiervan. Nou ja, des te meer bestel die Wiftbox. Voor €51. Dan heb je in ieder geval deze exclusieve bar erin zitten. En alleen, ik schrik ervan. Alleen deze maand. Dus in augustus, 1 augustus, nieuwe maand. Nieuwe inhoud van de Wiftbox. Dus dan heb je dus echt geen Welcome Home. Of ook geen Baked Apple Pie. En ook niet de verjaardagsgeurbloem erin zitten. Dus ja, ik vind het echt een superleuke box. Echt superleuk. Dus ja, je hebt voor bijna €70 waarde in je box zitten. Een gave geurbloem. En heb je zoiets van, ja, maar ik vind die zinnia niet leuk, maar ik heb een andere geurbloem nog liggen. Een Butkebel, die vind ik leuker. Nou, dan ruil je de geurbloem om voordat je die inbreekt. En dan doe je die in je Happy Birthday olie. En ook die zal dan verkleuren. Dus, ja. Zo superleuk. En verjaardagstaart als geurbloem. Verjaardagstaart in. Althans, als je van appel. Niet van verjaardagstaart houdt, maar wel van appeltaart. Appeltaart in. Voor straks augustus. De Honey Crisp Harvest. Dit is echt gewoon zo lekker. Dit is echt gewoon lekker fris. Appeltje. Super. Dus ja. Vier wachtbarren. Geurcirkels en een geurbloem. Superleuk. Superleuke box. Dus ja. Wat dat betreft hebben jullie nu de unboxing gehad van de Wiftbox van juli. De 20 jaar verjaardagsinhoudbox. En superleuk. En ik ga nu eens even die dame maar wat te eten geven. Want anders blijft ze piepen. En maakt ze het mij heel erg lastig. Dus jullie zijn op de hoogte. Jullie zijn weer helemaal bij.
Maak er wat moois van. Geniet van het lekkere weer. Ga erop uit. En ik zie jullie de volgende keer. Groetjes. Doei doei.